Werpse Kleppers is eigenlijk de naam van een festival. Gedurende 1 maand kan je in de Boerla allemaal Antwerpse theatergezelschappen aan het werk zien. En dat wij dat straffe mensen vonden, hebben we daarvan gezegd, het zijn kleppers, dus Antwerpse kleppers. Het is in de eerste plaats theater. En geleidelijk aan zien we dat er iets meer muziek ook bij komt. Er zijn natuurlijk ook een heleboel straffe Antwerpse kleppers in de muziek. Op termijn sluit ik niet uit dat we ook nog andere dingen gaan doen. Het is eigenlijk relatief een losse programmatie. Veel eerder dat er één grote lijn of thema of project in zou zitten. Het is eigenlijk echt een open house voor de Antwerpse collega's. De Boerla is eigenlijk toch een beetje een symbool voor het rode pluche theater. Dat spreekt toch tot de verbeelding en ik denk dat het voor heel veel mensen fijn is om af en toe hun voorstelling ook eens in zo'n ruimte te kunnen spelen. Een combinatie van alle publieken die die aparte gezelschap al hebben, het eigen toneelhuispubliek en eigenlijk al de mensen die goesting hebben om die dingen te zien. Los bonitos y los feos.